Wat was die klik tussen jullie toen, in het begin? Ja, die was er eigenlijk gewoon. Deze man liep altijd te zeiken over wat er allemaal gebeurde op die zolderkamer. Dan moest er weer een raam open, want dan had iemand bijvoorbeeld weer een scheet gelaten of zo, snap je? Zo gaat het dan in studio's, ja. Ja. Ik weet toen niet, weet uiteindelijk wat? Hadden we toch wel zoiets van, ja, dit werkt ook niet met die andere boys. Zoiets. Ik weet niet. Nee, ik weet ook niet. Ik weet heel eigenlijk. Raar eigenlijk. Ja, ik weet eigenlijk niet. Het was heel raar. Kijk, maar Tilburg is klein. En we kwamen al, bleek achteraf dat we al best wel vaak op dezelfde plekken kwamen. Ja. Alleen we hadden nooit zo, we hebben elkaar nog nooit daar echt ontmoet of zo. We kenden wel dezelfde mensen, toch bleek dan ook alweer half zo. Maar ook weer niet. Ik heb keiveel mensen via hem leren kennen en hij weer keiveel mensen via mij. En het is echt één zo'n groot ding geworden. Joh. Het is, weet niet man, wat was het ding? Ging altijd met jullie mee ook volgens mij? Toen de tijd dacht ik eraan van, ja, misschien omdat we altijd in het centrum wonen en hun zeg maar in de Reeshof. Reeshof is toch wel een soort ja, van... Ja, dat was het ook. Ja, een beetje of zo. Of, ik weet niet. Ik vond hem gewoon niet van een chille gozer. Ik vond hem wel gewoon echt een chille gast meteen eigenlijk gewoon al. Ja, ik had dat niet meteen man. Thomas, als je dan bijvoorbeeld die oude teksten, lees je die bijvoorbeeld nog wel eens terug? Nee. Ik heb ergens weggestopt, op mijn slaapkamer, ergens een map liggen. Ik heb zelfs uitgeprint, daar zitten ze in. Maar, Maar toch wel leuk om te bewaren. Het is wel leuk, ja, ik wil het wel bewaren, snap je? Ik heb nu niet de behoefte om het terug te lezen. Ja, vooral als het geschreven staat, denk ik. Het is geschreven, ja. Veel dingen zijn ook opgenomen gewoon. En dan staat gewoon een cd'tje staat hier. Af en toe voor de grap luister ik nog wel eens met vrienden het opzet of zo. Van, die hebben ze hem ook op de computer. Zei ik, deze. Omdat het nou best wel goed gaat, weet je wel. Dan vinden ze dat dan tof om die om in één keer zo'n kutnummer voor mij op te zetten of zo. Nee, ik ben wel veel gegroeid, snap je? Ik zeg eerlijk, echt heel erg gegroeid. Qua teksten en qua hoe ik het overbreng en ik heb niet de behoefte om die oude teksten te lezen. Ik schrijf nu gewoon nieuwe dingen. Ja. Bijna elke dag schrijf ik wel iets of zo, dus dan geeft me dat voldoening in ieder geval. Dus. Maar schrijf je omdat met het oogpunt van, dit is voor een nummer, of gewoon schrijven omdat het schrijven zelf jou aanspreekt? Gewoon omdat schrijven zelf mij aanspreekt, zei ik nooit zo van, weet je wat, ik moet eigenlijk nou, ik heb zin om een nummer hier of daar over te maken of zo, en dan, dat ik dan daar naartoe ga, heb je niet zo'n soort beat. Nu ik het zeg trouwens, overigens, nu ik het zo zeg, is het wel leuk om het zo een keer aan te pakken, om af en toe je werkwijze te veranderen of zo. Dus ja, as we speak, snap je? Dan zou het nog eens kunnen veranderen. Zou het nog eens kunnen veranderen om het zo aan te pakken. Maar meestal schrijf ik gewoon omdat ik dan heb, ik woorden in mijn hoofd. Zo, en denk, hé, dit is wel tof man, of dan hoor ik iets. Dat was laatst nou weer bij Meurs, de autorijhandel of zo. Ja. Gratis proefles, ik weet niet zeker. Dan hoor ik van die dingen achter elkaar. Ik weet het ook niet meer. En dan denk ik, oh vet, als je die op die manier achter elkaar zit. Pardon, zal ik even zeggen dat we dan even in een interview zitten? Met Thomas? Hi. Ja, we zitten midden in een interview met Face Culture. Oh, sorry. Dat geeft niet.